heftig dik en opgezwollen is mijn gezicht. Kijk hoe mooi krokant. Oh mijn god. Oh. Goedemorgen. Ik moet gaan baden door. Ik moet gaan baden, want we moeten aan de slag. Welkom op mijn vlog. Ik ben Find the Creator. Ah! Het komt uit je, zeg het maar. Oké. Okay. Nou ja, excuus dat je het zo vervelend hebt ervaren. Dat was namelijk helemaal niet de bedoeling. Goed. Er is verder niets nieuws wat je hebt toegevoegd aan het bericht wat je me gestuurd hebt. Heel jammer. Dit gesprek was een gelegenheid om misschien iets anders nog te zeggen. Maar dankjewel voor wat je tot nu toe voor me hebt gedaan. En ik ga lekker verder. Bye bye. Tot ziens. Deze chick, ik weet niet wat met haar aan de hand is, maar... ik weet niet wat met haar aan de hand is, maar ik denk dat ik het goed heb aangevoeld. Sorry overigens. Ik heb zo net mijn behandelaar, die mij hier behandelt, heb ik vanochtend gevraagd om mijn dossier over te dragen aan iemand anders. Ik heb de mars ontslagen, want ik heb niet het gevoel, van het begin niet het gevoel gehad dat ze voor mij aan het rennen is of dat ze voor mij aan het vechten is. Het gevoel, hè? Het overbrengen van Varello, ik ben voor jou bezig. En ik weet niet of het niet in haar vermogen ligt of het heel erg druk is. Of wat het ook moet zijn. Ik heb tot nu toe alleen maar mensen... ben ik mensen tegengekomen... waarvan ik zie... dat ondanks dat ze druk zijn... of onder stress staan... of hectisch zijn... ik merk gewoon van... hey, luister dan Varello, ik zie je. Jij telt gewoon. En het gevaarlijke is... dat... deze vrouw... mij door het hele traject... zal gaan begeleiden... En als ik vanaf het begin al, vanaf de plaatsing, of eigenlijk het hier komen, al merk alsof je niet voor me aan het vechten bent. En terwijl ik hier zit en behoefte heb naar extra hulp. En ik heb wederom niet het gevoel dat je voor aan het vechten bent. Nou, kom je, dan ga jij die muur tegenkomen en dan kom je mij fucking tegen. En ik weet waarom ik hier ben. Ik ben hier voor mezelf. En ik zal altijd voor mezelf vechten. Ik zal altijd voor mezelf moeten opkomen als men dat niet voor me doet. En het vertrouwen dat ik haar geef. En dan ga je er zo mee om. Ja, ik heb misschien even pech gehad. Laat dit ook een duidelijke les zijn, mensen. Als het niet klikt met een hulpverlener, is het je goed recht om te vragen voor iemand anders. Dat heb ik gedaan. Ik heb vanochtend een sms gestuurd. Deze chickie stuurt de sms terug. Ik heb een sms teruggestuurd. Nou, zie je nou al? Dit is precies wat ik bedoel. Op zijn minst had ik even een telefoontje van... Hey Varello, wat is er aan de hand? Ja? Ik heb je verzoek gehoord, maar wat is er aan de hand? Nu pas belt ze me. Om precies letterlijk te herhalen wat in die sms staat. Letterlijk heeft ze herhaald wat in de sms staat. En verder heeft ze niets toegevoegd aan het verhaal. Durf ze niet in te gaan op het feit dat ik me ongehoord voel. Door haar. Dat ik niet het idee heb dat ze voor me aan het werk is. Misschien is dat ook gewoon niet het geval. En dan moet ik dat gewoon langer accepteren, hoe dan ook. Ik heb iets ondervangen waar ik blij mee ben. Want ik ga niet met mensen samenwerken om mezelf te helpen. Die niet, mij niet zien staan. En daarnaast, weet je, wil ik ook even gelijk in de camera zetten. En dat heb ik ook in het bericht naar haar toegestuurd. Het vervelende is dat ik mijn hele leven al door mensen word onderschat of overschat. Nogmaals, word onderschat of overschat.
Met de consequentie dat mijn needs, de behoeften die ik heb, het wordt niet in voorzien. En ik weet niet wat zij doet, maar zij onderschat mij of zij overschat mij, hoe dan ook. Aan beide heb ik niets. En voor dat wat ik hier aan het doen ben, ik kan me niet veroorloven om te worden begeleid door iemand die mij niet ziet staan. Ik ben niet hier gekomen om deze shit uiteindelijk nog steeds alleen te doen. Ik ben heel duidelijk geweest in hoe ik dit probleem, dit hoofdstuk van mijn leven wil tackelen. Ik hoef het niet alleen te doen. Ik wil het niet alleen doen. Wel, dan hou ik dat vast. Ze gaf me het gevoel dat ik er alleen voor sta. Terwijl al die anderen dat gevoel niet geven, alle omstandigheden dat gevoel niet bij mij naar boven brengen, heb ik het gevoel dat ik er alleen voor sta. Dankjewel voor het luisteren. We gaan de dag beginnen. Het is 9:30. We hebben straks een module waar ik bij moet zijn. Om 11:00. En laten we weer een goede, constructieve dag ervan gaan maken. Blijf kijken. Prima. Kijk, dat waren die twee piepjes. Misverstanden te voorkomen, neem ik de afspraken nogmaals met u door. Ja. Het aankomende gedeelte van het gesprek wordt opgenomen. Gaat u mee akkoord? Ja. Jemig, ik moet jullie echt een heel stukje bijpraten. Wat een dag. Wat een verschrikkelijke dag. Oké. Long story short. Wanneer ga jullie uitgebreid die lange versie geven? Ik ben akkoord gegaan met een detoxplan voor 2 weken. Dat betekent de eerste week dat ik hier binnen zit, locked up. En de tweede week heb ik een ander programma, maar dan heb ik overdag mijn dagbesteding, toch? Dat ik vrij kan invullen. En s'avonds heb ik een programma. Toen ik hier binnenkwam, had ik zoiets van, die ene week aan Osari gaat niet genoeg zijn. Dus ik ben vanaf begin heb ik al aangegeven van, het gaat hem waarschijnlijk niet worden, maar laten we niet te vroeg juichen. Ik merk ook gewoon nu, zoals je ook merkt, dat het ook steeds zwaarder wordt. En eigenlijk, ik nu heavy in mijn detox zit. Ik merk het ook wel, mijn lichaam is nog steeds koud, is nog steeds niet aangepast. Dus dat is de situatie, maar nu hebben we het vervelende situatie dat, omdat ik ooit ergens in het begin heb geroepen of gevraagd van, hey, hoe zit het met werk? Zijn die mensen dus een soort van, hebben ze een voorstel gedaan voor een behandeling waarvan ik eigenlijk dacht, en nu in de praktijk kom ik erachter, maar nu om shit om te draaien, shit aan te passen, shit te regelen. Wat een gezeik, wat een gedoe. Ik heb net echt zo diep moeten graven. Alles uit mijn tenen moeten persen. Om die mensen zover te krijgen. Om naar me te luisteren. En iets voor me te regelen. Dat ik eventueel langer kan blijven. En het eventueel is nu afhankelijk. Of iemand die morgen zal moeten komen of niet. Wel of niet opdaagt. Dat was al de afspraak. Maar nu weet ik 100% zeker. Dat iedereen door het hele bedrijf. Door het hele gebouw weet wat de afspraken zijn. Ik heb daarvoor best wel een aantal stappen moeten doen. Een van de dingen wat ik heb gedaan, dat is mijn begeleider die me begeleidt. Die heb ik met ontslag naar huis gestuurd. Ik heb vanochtend een bericht gestuurd. Ik heb aangegeven dat ik geen vertrouwen meer heb in haar. Ik heb het gevoel dat ik een nummertje ben en dat ze niet naar me luistert, dat ze niet voor me vecht. Ongetwijfeld heel wreed om het te sturen. Maar mensen, ik zit hier voor mezelf. Vanaf het moment dat ik heb aangegeven van, is het enige wat ze me verkocht heeft, is nee. Wat ze niet heeft gedaan,
is mij het vertrouwen gegeven van, hey, Varel, ik zit hier bovenop hoor. Dus ook al zie je links of rechts, zie je mogelijkheden. Dus ook al denk je, weet je, nee, ik zit hier bovenop. Komt goed. Je staat op de reservelijst. Maar nee hoor. Ik stond op de reservelijst, maar de arts was hier toch echt vandaag om het te vertellen. Nee, het is ons niet gelukt. Morgen is het inpakken en wegwezen. Je ziet hoe gefrustreerd ik hier zit, hè? Maar goed. Het is ons niet gelukt. Morgen inpakken en wegwezen. Maar mijn vraag was, hey, ik wil ervoor zorgen dat ik de beste hulp krijg. En goed detox. Dat is het, hè, mensen. Ik wil graag naar huis. Ik wil naar huis. Maar ik wil goed de deur uitgaan. En nu ga ik niet goed de deur uit. Ik ben nog niet goed gedetoxed, man. En capaciteitsissues, capaciteitsissues. Ja, fuck dat. Ik ben hier in je gebouw. Maar in ieder geval is het nu geregeld dat ik het vertrouwen heb dat als er echt een plekje beschikbaar is, dat ze me ergens boven of beneden uit het pand komen vissen van, hey, Varel, je kan terugkeren naar deze kamer en nog een extra week kan blijven om verder te gaan met de detox. Je moet je voorstellen hoe gestrest ik eigenlijk ben geweest de hele week. De hele week ben ik eigenlijk, heb ik me bezig gehouden met de tweede week, de tweede week, de tweede week, de tweede week. Want ik dacht dus dat ik na een week al naar huis zou moeten gaan. In ieder geval dat andere programma nog wat daarna, maar en het is een hele volledige week, want ik heb een dag heb ik minder, want ik zou eigenlijk op woensdag moeten aankomen. En ik ben op donderdag aangekomen, dus die 6 dagen, dat is hem niet. Oh, wat een gezeik, wat een gezeik. Ik heb echt zoveel energie hierin gestopt, zoveel energie. Het heeft me helemaal kapot gemaakt. Ik heb lopen janken hier als een baby. Als een baby heb ik lopen janken hier. Van frustratie. Dat je gehoord wordt. Dat die mensen snappen dat je... Weet je, het probleem is toch waar ik last van heb? Of ik word onderschat of ik word overschat. Het probleem wanneer je onderschat of overschat wordt, is dat mensen uiteindelijk... Ze connecten niet met me. Als je wat mijn communicatie of mijn boodschap komt dan niet aan, als dat het geval is. En situaties worden heel vaak onderschat, maar ook overschat in mijn case. En waar ik vaak tegenaan loop, die babbeltocht, die snelle mond van me. Die snelle mond van me, ook een beetje die air wat ik uitstraf van, oh, hij regelt dat wel. Oh, die heeft minder hulp nodig, oh, dat komt wel goed. Mensen kijken alleen maar naar de buitenkant, maar ze kijken niet naar de binnenkant. En dan wanneer je probeert uit te leggen, kost het zoveel voordat ze uiteindelijk snappen wat ik probeer te vertellen. Wat matcht met het beeld wat ze voor zich zien. Dat ze dan pas in beweging komen om te gaan regelen wat ze kunnen regelen. Of te kunnen doen wat werkelijk in hun macht ligt. Ik vraag niet om veel. Behalve duidelijkheid. En het gevoel dat ik gehoord ben en dat je voor mij echt aan de slag wil gaan. Hoe kan het vechten ben al de hele week om rustig te kunnen detoxen? Ben ik de hele fucking week al gestrest over het feit dat ik in een traject zit wat we niet kunnen afraffelen? Dan kom je hier, iedereen blijft 2 weken en ik wil aanstaande haast maken om weg te gaan. Dat was mijn fout. Daar zijn ze met die week gekomen. Ik heb ook een fout gemaakt, zeker. Want ik sprak over werk, had hij over werk moeten praten. Pas hier toen ik binnenkwam had ik zoiets van, oké, wacht even. Nee, Varello, jij maakt een denkfout. Jouw enigste prioriteit en de prioriteit wat zou moeten zijn, is jouw herstel. Werk gaat moeten wachten. Als ik met die denkie dat voorstel zou horen van 1 week die toch zou denken van, ik weet dat ze uitgebreide programma's hebben. Ik weet dat ze meerdere programma's hebben. Maar het gaat bij mij om die detox. Zag ik van, maar is een week niet kort? Dan hadden ze misschien iets geroepen van, ja oké, maar het kan ook 2 weken. Misschien ook wel gebruikelijk bij 2 weken dat. En dan had ik gehoord van, ja, vaak is het in de ervaring ook dat in de tweede week het moeilijk wordt. En dan had ik ingehaakt van, ja inderdaad, want ik heb 2 tot 3 weken klachten, dat weet ik. En was ik never nooit akkoord gegaan met 1 week detox.
Ik was never het akkoord gaan met 1 week detox, want dan zou ik wachten tot ik mijn 2 weken detox kon nemen, ongeacht welk tijdstip. Want ik heb je al verteld dat ik was al ready om thuis te blijven chillen voor 2 weken. Als ik nog 4 weken zou moeten blijven chillen, zou vreed zijn. Maar het gaat om het feit dat wanneer ik die detox heb, ga niet detoxen, half detoxen, of bijvoorbeeld op straat te staan. En elke craving, de eerste beste craving die je hebt, vloertje mars. Niet voor dat doen het. Nee. En hoe ik de hele week bezig was, meer met mijn vertrek ben bezig geweest dan mijn herstel. Stress, onnodig stress. En het komt puur alleen omdat die bitch, sorry dat ik het zeg. Ik moet jullie dat bericht voorlezen. Maar kan je voorstellen dat ik had ochtends vroeg om 8:30 ochtends, toch? Ik denk, ik ga er niet bellen. Ik stuur een bericht. Wel, mevrouw heeft een bericht teruggestuurd. Vervolgens heb ik een bericht teruggestuurd van, oh, nou, dit is precies wat ik bedoel. Stel je voor dat je even belt van, hé, Varela, wat is er aan de hand? Deze stuurt een bericht. Daarna heeft ze gebeld om precies hetzelfde te herhalen wat in haar bericht stond. Van, jij gaat je dossier overdragen aan die. Zakelijk! Boy! Jemig! En toen ging ik aan de lunchtafel en toen zat ik bij de ontbijttafel bij mezelf. Ik heb dan gevraagd om mijn dossier over te handen aan andere collega's. Kom gelijk op, prima. Die en die datum, morgen 10:00 spreek je met die. Toen dacht ik bij mezelf, ik ben blij dat ik heb aangegeven. Zoals je altijd zegt, toch, als het niet klikt met degene, die hulpverlener. Vraag gewoon om iemand anders. Want het gaat om jezelf, het gaat om mij. Het gaat om mij, het gaat om de kwaliteit van mijn Louis. En deze bitch staat in de weg. Want ze kon niets regelen, niets doen. Omdat zij niets regelt, komen deze mensen ook niet in beweging. Uiteindelijk heb ik het hier intern moeten fixen. Intern. Want ik heb ze gezegd. Je zet me op wachtlijst. Ik sta op derde op wachtlijst. Ik kon zogenaamd woensdag niet starten. Toch bel je me om donderdag te komen. Ik kom vervolgens donderdag hier en ik zie 5 kamers leeg. Met andere woorden, jullie weten pas of jullie me terug kunnen plaatsen op de afdeling. Woensdag, wanneer iedereen moet inchecken, rond 12 uur wat nu is afgesproken, dan weten jullie of daadwerkelijk of er iemand is komen opdagen of niet. Dan wil ik wachten tot woensdag 12 uur, rustig, ergens in de hoek. Of dat lukt. Want dat is nu geregeld. Dat was mijn vraag. En niet met vandaag komen vertellen. Dinsdag van ja, het is niet gelukt. Nee, die gaten beginnen pas vanaf tijdstip 6 uur vanavond misschien te ontstaan dat mensen zoiets hebben van Norma gaan gebruiken. Want dat is waar we over praten. En morgenochtend zijn ze totaal niet in staat om zich hier te komen verbannen. Of mensen willen ook gewoon plotseling niet meer meewerken aan het traject. Dat er een gat voor mij ontstaat. Maar dan moet wel iemand staan. Klaarstaan. Van oh, Ollo is er. En we gaan niet nummer 2 bellen op die opwerking voor wie we gaan bellen. Maar vooral staat hij ergens in het pad te wachten om terug te kunnen keren. Want hij wil zijn detox goed doen. Goed. En ik wil verdomme naar huis. Weet je hoe mijn handen jeuken om aan de slag te gaan? Met datgene wat ik hier aan het leren ben. Wat ik aan het doen ben. Maar mag ik heel even nog focussen op het main doel. Wat ik hier ben komen doen. Dat is detoxen. Te stoppen met het gooien van die rommel in mijn lichaam. Dan heb ik het over die alcohol, die sigaret en die junko. Gewoon stop. Helder worden. Gewoon. Oké. Inmiddels moeten jullie snappen wat die detox betekent. Wat een verschrikkelijke dag. Oh mijn god. En daarmee is ook een klein beetje de stress van de week. Een beetje van mijn schouder. Ik probeerde er niet te veel tot me laten komen. Toch die stress. Maar jemig wat heb ik uit mijn tenen moeten halen. Om deze mensen nog in beweging te krijgen voor mij. Omdat die geen moer fucking doet. Geen moer fucking voor mij heeft gedaan. Met letterlijk 3-4 woorden had ze me helemaal kunnen inpakken. Had ze me helemaal kunnen hebben. Je weet toch, een bepaalde hulpverleners, toch? Ze weten precies wat ze moeten zeggen, toch? Natuurlijk zit de twijfel, natuurlijk zit de onzekerheid. Natuurlijk zit, ben ik het probleem, dat weet ik ook wel. Maar dan ben je psycholoog. En ik heb 0,0 psychische ondersteuning van haar. Behalve dat ze niets regelt. Ze lijkt meer op een maatschappelijk werker dan een psycholoog.
Welk lef heb je om een sms terug te sturen? Ik heb je een smsje gestuurd omdat ik je niet wakker wil maken, chickie. Niet om een sms terug te sturen. Wat is dat nou? Gewoon sms doorsturen, ik ben klaar met het dossier. Om 10 uur kan je die en die spreek je nieuw behandelaar. Je bent fucking gek. Nu moet ik het bericht lezen, toch? Nu moet ik het bericht voorlezen. Kijk wat ik zeg. Hallo. Het spijt me. Ik wil je vragen mijn dossier over te dragen aan een andere collega. Ik heb geen vertrouwen in jou. Ik heb niet het gevoel dat je er voor me bent. Ik voel me een nummer en niet goed gehoord. Dat is heel breed, maar het is hoe ik me voel. Toch? Je laat me in onzekerheid en twijfel zitten over die verlenging. Dit maakt mij helemaal kapot. Maar mijn grootste irritatie is dat je mij onderschat of overschat. Ik weet het niet. Maar mijn vertrouwen is weg. Ik heb 1 heel eenvoudig verzoek, maar er wordt niet voor gevochten. We laten het afhangen van toeval en geluk. Erg fout. Dankjewel voor tot nu toe wat je voor me hebt gedaan. Groetjes, Varello. Nou ja, op zich best een bericht wat binnenkomt. Het is echt wel een bericht wat binnenkomt, maar helaas voel ik me zo. En je weet, als je het gevoel hebt dat je als een nummer wordt behandeld door 1 iemand in deze organisatie, voor de rest niemand, voor de rest is alles goed. Goed, 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 goed. Maar het is zij die nog daarboven zit, deze organisatie ook niet goed genoeg kent om te snappen hoe ze binnen deze organisatie moet schakelen, of waarschijnlijk moet schakelen, om mij goed genoeg te helpen. Wel, dan moet je fucking beter je best doen om vriendjes te worden met die planningsafdeling. Kan je nog wat betekenis maken voor mensen? Zij schrijft: beste Varello, vervelend dat je dit zo ervaart. Hoe ik die stem zet. Per morgen wordt je dossier overgedragen aan je behandelaar XX. Je ontmoet haar tijdens het pre-treatment gesprek morgen om 10 uur. Ik had al 10 uur in de afspraak staan, toch? Eigenlijk met die check. Maar nu heb ik een afspraak met mijn nieuwe behandelaar. Veel succes met je verdere behandeling. Groeten, XX. Ik weet het niet hoor. Maar als mijn cliënt me een dergelijke pampang sms stuurt, ik zal toch aan de telefoon hangen? Als iemand tegen mij komt zeggen, ik heb het idee dat je me als een nummer behandelt. Maar dat heb ik letterlijk gezegd. Alsof je niet voor me vecht. Dat er geen vertrouwen is. Dan ga je toch terug. Dan zal je toch even bellen. Dan zal je toch even bellen. Maar ze had zo snel een vervanging voor me gevonden. Hoeveel minuut verschil? Ik weet niet. Je zal toch even bellen. Wel, ik heb geantwoord hoor. Kijk wat ik heb geschreven. Dit is wat ik bedoel. Stel je voor dat er even wordt gebeld. Varello. Quote. Wat is er aan de hand? Je stuurt de sms. Jezus, wat slecht. Nee, ik wil XX vandaag nog spreken. Met andere woorden, wat ze ook had geprobeerd, is mijn hele verzoek, wat ik hier probeer te regelen, dat ik hier langer kan blijven, vandaag nog goed rond te hebben, de duidelijkheid te creëren. Nee, wat dacht dat meisje slim te doen? Je ziet je nieuwe behandelaar morgenochtend om 10 uur. Nee, morgenochtend om 10 uur sta ik al met mijn koffers ingepakt. Met onduidelijkheid. Dus dan sta ik letterlijk buiten de deur. En dat is een klein beetje wat ik probeer te voorkomen. Kijk hoe slim ze probeert te doen. Ik heb dat gezegd. Nee, ik wil vandaag nog je behandelaar spreken. Ze belt me op. Precies hetzelfde verhaal. Ik heb mezelf, je belt me op. Precies hetzelfde verhaal. En ze zegt dan, ja, ik kan niet gaan. Ik ga doorgeven. Ik stuur een mail. Maar ik kan niet garanderen dat ze, want zij moet bellen, ik kan niet garanderen dat ze belt. Ik denk met mezelf, je snapt het niet. Je zou je collega toch bellen, hey, ik heb een dossier naar je overgezet. Je hebt overlegd trouwens, want je gaat niet zomaar een dossier passen naar iemand anders. Jezus, wat slecht. Pardon hoor. Jemig. Dus zo blij ben ik dat ik er van mijn dossier af heb gehaald. Zo blij ben ik dat ik van haar heb weggehaald en dat ze niet meer met me hoeft te bemoeien. Je stuurt de sms terug. Ik ben hier gekomen om met je te sms'en, chickie. Ik sms niet met behandelaars.
Ik sms niet met je, jij belt. Ik sms, jij belt. Dat is wat er gebeurt. Brutaliteit. Ik had een afspraak staan. Voordat je uitcheckt, heb je de dag van tevoren een afspraak met de arts. Het is omdat ik met die arts heb gesproken. En geluld als broer, maar die arts was ook in de houding. We kunnen je niet helpen. Dat hele probleem, toch? Nu moet ik hem moet ik hem vertellen. En hem in zijn ogen aankijken. Nog stormend wegstormen uit die ollo ook nog. Wegstormen van boosheid. Om niet te ontploffen, toch? Want als ik ontplof, hier is het klaar. Wegstormen. Volgens mij had hij even door van, volgens mij moet ik iets anders gaan fixen. Je moet in emotie gaan. Je moet in heftigheid gaan. Je moet. Voordat je gehoord wordt. Dat is mijn last. Dat is de last die ik heb. Ik zie er niet uit als een junkie. Ik zie er niet uit of whatever. I don't carry myself a certain way. Dus ik moet altijd heel erg opboksen tegen mensen wanneer je om fucking hulp vraagt. Dat ze snappen, shit. Deze jongen vraagt om hulp. Ze zien het fucking niet. Dat is het probleem. Maar is mijn, ik heb, weet je, aan de andere kant ben ik ook een geweldige jongen. Ik heb ook veel kwaliteiten. Maar ik zit al heel lang te praten in die camera en de dag is nog niet eens voorbij. Het is om 2:30 nu. En ik ben echt aan het vechten hier voor de kwaliteit van mijn leven. En het begint met die detox. Ik ben niet voor niets hier in jullie nekkliniek binnengewandeld. Ik heb niet voor niets gezegd tegen jullie. Ik kan dit in mijn eentje doen. Ik kan andere alternatieven zoeken. Maar ik heb hiervoor gekozen en dan wil ik het goed doen. Omdat ik het graag samen wil doen. Niet in mijn eentje wil doen. Ik ben bijna de deur uitgelopen hier. Ik ben gewoon bijna hier de deur uitgelopen. Gewoon hier. Vanwege een behandelaar die niet snapt hoe je shit voor iemand regelt. Jemig, wat slecht. Die sms. Anyway. Ik ben dus blij dat die Tori dusdanig geparkeerd is dat ik het vertrouwen heb dat ze maximaal proberen te doen wat ze kunnen doen. En als er geen plek is, er is er geen plek. Maar dan kan ik blij zijn dat iemand zich hier gemeld heeft die hulp nodig heeft. En dan ga ik zoeken naar alternatieven om mezelf te helpen. Om deze detox verder goed door te komen en netjes af te maken. Dankjewel voor het kijken. Ik zie je zo. Oké, we zijn letterlijk een 25 minuten later. Dat vorige fragment. Het is gelukt, mensen. Ik mag nog een week blijven. Er heeft iemand afgezegd. Ik ben een beetje sprakeloos. Ja? Maar ik denk, laat me toch even dit moment even vastleggen. Ik kom net uit het gesprek van de persoon die een kwartier geleden me kwam zeggen, als je niet mag blijven, kom je sowieso bij ons in het natraject, dus alvast kennis maken, toch? En nu komen ze terug om me te melden, we keken net in de computer, iemand die me afgemeld, je mag blijven. Het is goed hoor, die emotionele ontlading ook. Ik moet even weg, want er wordt geklopt. 2 seconden. Dus anyway, waar ben ik? Wat viel daar naar beneden? Waar het op neerkomt is, ik mag blijven. Nog een week. Ik ben inmiddels kwijt in mijn vlog het hele verhaal. Maar waarschijnlijk hebben jullie het verhaal wel goed gehoord. Wat een gezeikje, hoe ik moet. Het is geregeld, oké? Okay? Jullie weten hoe ik mijn dingen regel. Jullie weten dat ik geen grappen maak. Want ik mis mijn huis. En als ik niet hier goed mijn ding kan doen. En het goed afrond. Dan zal het niet een succes zijn geweest. Dan zouden jullie ook zien dat het geen succes is. No, maar het is, staat te veel hier op het spel. Maar prachtig mooi hoe mensen hebben geschakeld. En iemand heeft afgezegd. En ik ben blij wanneer ik het wel iemand heeft afgezegd. Ben ik wel hier. Om het programma te respecteren. En er goed aan mee te doen. En daarom heb ik gevochten om
om een tweede week hier ook te kunnen zijn. En meer ready te zijn richting, richting straks gedetoxed en klaar voor mijn vervolgprogramma. En ondertussen ook weer het verder oppakken van mijn leven. Mm-hmm. En mijn huis te gaan schoonmaken. Oh god, dan gaan klussen. Anyway, we gaan straks eten. Doei. Zo, mensen. Dat was sonnet dat ik even live ben gekomen. En jullie hebben bijgesproken over hoe het met me gaat. Ik hoop dat jullie hebben genoten van die live show. Ik heb ontzettend genoten om even weer in contact met jullie te zijn. Want ik heb dat ook echt nodig. Ik denk, ik ga mezelf ook niet straffen of onder de straffen om mezelf het hier moeilijker te maken. Ik heb jullie even nodig. We hebben elkaar even nodig. Even weer die energie en die good spirit terugbrengen. Dus heerlijk om even met jullie te hebben gesproken. Ik hoop dat er nog wat tevreden valt. Het is 7:30. Ik moet gaan eten. En dan hebben we nog heel avondprogramma. Kijk, inmiddels hebben jullie natuurlijk de vorige filmpjes gezien. Maar dit is eigenlijk waar we nu staan. En we gaan weer een aankomende periode er tegenaan. Om heerlijk te detoxen. En beter en gezonder te worden. Bye bye. Tot zo. Ja. En zo net heb ik ook mijn website gelanceerd vandaag. Dus ga kijken op www.findthecreator.com. Thank you. Ai, wat een dag. Mensen, dankjewel voor het kijken. Het was een dag voor vechten voor mezelf. En voor mezelf opkomen. Maar ik ben zeer tevreden over het resultaat. Dankjewel voor het kijken. Leuk dat je mijn journey volgt. En ik zie je graag bij de volgende vlog. Vergeet niet een like te droppen. En doe je dat nog niet, volg mijn kanaal. Volg Find the Creator. Goodbye. Tot straks.